Nou, dit was mijn vlog. Grapje. Hey, Saraya Love. Je piepers. Zalo. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga vandaag mijn haren losmaken. Want zoals jullie zien, ziet het al niet meer uit. Weten jullie hoe je het beste je haar super snel kan losmaken? Door een beetje te shaken. Dat is 1. Even schudden. Of alles is eraf. Nou, de missie is geslaagd en het is gelukt. Nou, hier zijn al de haren. Laat ik ze maar even weghalen. Ik kom zo bij jullie terug. Ik ga even de spullen pakken voor het haarmasker. Wat dachten jullie hiervan? Voor mijn haren en voor mijn gezicht. Yay! Dat wordt een feestje. Daar ben ik weer. Zijn jullie er nog? Is iedereen nog wakker? Is iedereen nog tevreden? Vinden jullie het nog leuk? Zo ja, doe een duimpje omhoog. En ja, als je dat nog niet hebt gedaan, even hier beneden op mijn YouTube-kanaal abonneren. En laten we beginnen. Nou, kijk, zoals jullie zien, heb ik hier een kommetje voor mij. Een banaan. Een lepel. Honing. Avocado's. En olie. We gaan eerst beginnen met de banaan. Het moet natuurlijk wel met een rijpe banaan. Deze banaan is misschien een beetje te rijp, maar we doen het gewoon met wat we hebben. Nou, we gaan weer verder met het volgende ingrediënt. En dat is een avocado. Die ga ik nu even schillen. Nou, hier is de avocado. Laten we hem erin zetten. Zo. En zoals jullie zien zit er een pit in. Die mag er niet in voor je haarmasker. Mijn handen zijn heel vies en glibberig. Nou, laten we doorgaan met de honing. Zo. Een lepeltje. Let op, niet te veel lepels. 2 lepels zijn genoeg. Zo, de eerste lepel gaat erin. Ja. Nu de tweede. Nou, dit is wel genoeg. Zo. Oké. Nu gaan we 3 lepeltjes van deze olie nemen. En let op, niet te veel inderdaad, nee. 3 lepeltjes. De eerste, tweede en nu de derde. Dit is genoeg. Oké, nu weer dichtmaken. Zo. En nu plat drukken. Alles bij elkaar. Nou, ik heb geen zin om dit te doen, dus ik zet het gewoon maar even in de blender. Die ging maar net goed erin. Deksel erop en mix hem maar. Ik heb een hele goede tip voor jullie. Als jullie zien dat het allemaal naar de zijkant is, doe je het gewoon even uit.
En dan doe je het weer opnieuw. Zo ziet het resultaat eruit. Nou, dit gaan even eruit. En dan zet ik het lekker in mijn haar. Hey, Sarayalo. Dan gaan we het in mijn haar doen. Nou, zoals jullie zien, heb ik even een staartje gemaakt. Nou, eerst ga ik even proeven hoe het smaakt. En daarna ga ik het hierachter doen. Proef een beetje naar... Je proeft de avocado. Dat proef je. Je proeft nog een beetje die banaan. Niet helemaal. Maar in ieder geval laten we het hier... Laat ik het hier achter zetten. Dit is zo leuk! Je moet ook goed de onderkant doen. Ja, joh! Yay! Dit is zo mooi. Ik ga natuurlijk nog meer pakken, want er zit nog één. Goed op je handen smeren. En gaan met die banaan. Nou, wat ik nog in de kom heb, ga ik even goed smeren op mijn haar. En ik ga opnieuw scheiding maken. Zo. Hier zijn er twee. En hier achter zijn er twee. Oké. Je moet het vooral goed op je hoofd uitsmeren. Want je kan wel alleen boven doen. Maar ja, daar wordt je haar niet echt zachter van. Nou, ik heb nog heel weinig in mijn bakje. Dat ga ik even snel zo, hup, mee banaan, in mijn haar doen. Wow, je ziet gewoon al mijn haar eraan slingeren. Dat is koud. Je achter moet je goed op je hoofd uitsmeren. Zo. Jullie zien dat nog niet al mijn puntjes meegenieten van het masker. Dus daar ga ik even meer op doen. Het maakt niet uit wat voor haar je hebt. Of je krullend haar hebt, of je stijlhaar hebt, of je kroeshaar hebt. Het maakt niet uit, dit masker is heel erg goed voor je haar. Je verzorgt jezelf toch ook? Waarom niet je haar? Ik ga nu even een zak op mijn hoofd zetten, 30 minuten, zodat het maskertje goed kan intrekken. Ik zet deze tas op mijn hoofd. Nou, dit was mijn vlog. Grapje. Hey, Sarayalo. Tadaa.
ik ga nu verder met mijn gezichtmasker. Daarvoor heb ik nodig amandelolie en een avocado. Nou, nu zit ik te denken, ik kom eigenlijk ook met mijn haarmasker. Kon ik het op mijn gezicht doen? Maar jammer, hij is al op. Dus ik maak gewoon lekker een nieuwe met deze twee. Nou, nu heb ik de avocado gedaan. Dus nu ga ik de amandelolie doen. En we doen één lepeltje van de amandelolie. Zo. Ik vind het fijner om het met mijn handen te knijpen in plaats van deze blender. Dus ik ga het lekker knijpen. Dit gezichtsmasker is helemaal geslaagd. Maar moet ik alleen nog om mijn gezicht doen. Dus dat ga ik nu even doen. Oké. Dit is het moment waar ik helemaal op heb gewacht. Lekker om mijn gezicht te smeren. Oh, dit wordt zo lekker koud. Nou, nu ik toch bezig ben met in mijn gezicht smeren, smeer ik ook een beetje in mijn mond. Deze proeft anders dan die andere. Je proeft alleen avocado. Dat is lekker. Nou, ik ben een Waarom lacht u me uit? Sorry. Nou, ik ben helemaal... Mama! Sorry. Als je me een beetje lijkt. Nee. Je oog is van je. Ja. Je oog is van je. Je oog! Mama is op de achtergrond ook een beetje aan het proeven. Zoals jullie zien, glans mijn gezicht al een beetje. Ken je, kom eens. Nee. Je gaat het toch niet doen. Nou, ik ga mijn gezicht wassen en mijn haren spoelen. Ik kom straks weer terug. Daar ben ik weer. Ik vond het heel leuk. Ik heb mijn haren uitgespoeld. Ik heb mijn gezicht uitgespoeld. Ik hoop dat jullie het ook heel leuk vonden. En dan zeg ik nu dag met gezonde haren.